allemaal, mijn naam is Roos en welkom bij een nieuwe aflevering van Fashionista Talk. Deze week heb ik een internationaal model op bezoek. We gaan het hebben over hoe het is om model te zijn en wat er niet zo leuk is aan een model zijn. En verder, ze gaan natuurlijk van land naar land, dus veel verschillende talen. Dus we gaan kijken hoe haar talenkennis is in een superleuke language challenge. Ben je er klaar voor? Ik wel. En mijn gast van vandaag is... Fleur. Oké, Fleur. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Fleur en ik doe modellenwerk. Je doet modellenwerk. Maar bij modellenwerk moet ik dan zo'n stereotype model denken? Nee. Ik doe eigenlijk echt van alles. Zeg maar voor magazines en voor internet. Voor internet ook, dus ook webshops en dat soort dingen? Ja. Oh, dat is wel echt tof. Ja. Maar wat zou je dan echt benoemen als de pro's van het modellen zijn? Toch wel als je echt een super vette trip hebt naar het buitenland. Naar een warm land met een leuk team. En, ja. Wat is dan tot nu toe de vetste locatie geweest? De Canarische eilanden. We hebben een job gehad voor 3 dagen en dan gingen we echt met een caravan over heel het eiland. Dat is echt super vet. Ja, eigenlijk wel. Dat was echt voor een Spaans merk en dan de campagne daarvan. Oh, vet. Dat was echt zo leuk en dan ging je gewoon in de avonden met het team eten en zo leerde je ook echt iedereen kennen. Dus dat word je eigenlijk ook heel hecht met degene met wie je werkt. Ja, dat was echt heel leuk. En wat zou dan echt, dat vind ik echt niet leuk aan het modellenwerk. Toch wel het alleen zijn en het is ook best wel hard en toch wel veel concurrentie. Mm-hmm. Je wordt eigenlijk continu gejudged op jou, hoe je eruit ziet. Ja, je moet altijd wel tip-top zijn. Ja. Oké, het is weer tijd voor de challenge en de challenge is dit keer een internationale. Want jij werkt natuurlijk best wel veel in het buitenland. Ja. Dus heel veel verschillende talen. Dus we gaan een language challenge doen. Durf je dat aan? Ja. Het houdt in, we hebben alle twee 5 verschillende talen opgezocht. Met 5 verschillende korte zinnetjes. We gaan allebei aan de ander de zin zeggen in een vreemde taal. Dus we weten niet hoe het uitgesproken wordt. Dus forgive us if we make mistakes. En dan gaan we kijken of degene kan raden wat het is en wat er bedoeld wordt. En dan kun je punten mee behalen. Mama kan je een informatiekapsel. Mijn moeder heeft een... Nee, moeder is goed. Ja, ik zit echt meteen aan kapsel te denken, maar dan zal het altijd aan moeten zijn. Nee. Weet je, heb je wel niet even wat vertaald is? Ja, misschien Afrikaans? Nee, ik wilde wel Afrikaans, maar nee, niet naam. De andere taal die ook best wel veel bij de Nederlandse taal in de buurt ligt, is Noors. Oh, nee. En het is, mama mag ik een koekje? Oké. J-E-G-M-P-K-E. Oké, dit is zo fout. J-E-G-M-P-K-E. Is het Italiaans? Nee. Jij bent? Nee. Is Pieke een varken? Nee. Dit is echt nog moeilijker dan ik dacht. Nee, ik heb geen idee. Het is Deens en het betekent ik ben een meisje. Is Piegan een meisje? Ja. Dat klinkt echt heel erg. Ja. Het klinkt echt als varkentje. Estique la situta per comprar un parel du pantalon. Ik sprak het Frans uit, maar het is geen Frans. Het is Spaans. Ja. Dat weet ik, omdat pantalon zet is natuurlijk vaak. Oh ja. Niet of en dat betekent broek. Nee? Je bent zo dichtbij. Je hebt broek goed en je hebt Spaans goed. Misschien dat... Ja, misschien heel stom, maar misschien dat een stretchbroek of zo heel lekker zit. Het was, ik ben in de stad een broek kopen. Oh nee. Hoi, mijn vrouw, kom je madre Amsterdam. Hoi, ik ben met mijn moeder in Amsterdam. Nee. Dammit. Gewoon hi. Nee, het is geen hoi. Het is geen hoi. Hi. Ik ben winkelen met mijn moeder in Amsterdam. Kun je nog één keer zeggen? Welke taal, denk je? Spaans? Nee. Ja. Wel Spaans? Ja. Oké. Oh, dammit. Het is, vandaag ga ik met mijn moeder Amsterdam. Ik heb geen idee hoe dit uitspreekt. Ik zie Sarficia, Pukking, Santincaria. Oké, ik denk dat het iets van Fins of zo. Het is Fins, ja. Ik zie... Nee, ik weet het echt niet. Het
Puking is hetzelfde als het Engelse. Puking. Eenhoorns kotsen regenbogen. Oké. Ik heb een nieuwe broek gekocht. Afrikaans? Ja. Ik heb een nieuwe broek gekocht? Ja. Jee. Eindelijk. Fashionista. Adala Mayala. Young Tirbaik Tudunia. Fashionista? Correct. Is een heel leuk tijdschrift. Oeh, die zegt heel dichtbij. Weet je, heb je het enige idee welke taal het is? Nee, ik zou niet weten. Het is Maleis. Fashionista is het beste magazine van de wereld. Dus die was echt heel close. Mi Picasso fare colazione. Italiaans? Ja. Mi Picasso. Mijn werk? Nee, ik heb echt geen idee. Het is, ik hou van ontbijten. Echt? Hou je ook echt van ontbijten? Ja. Je bent echt een ontbijtpersoon? Oh, dat is wel beter. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje door modellenwerk gekomen. Hoe zie je dat ook? Ja, het is altijd wel belangrijk om gewoon goed iets te eten, mm-hmm, waardoor je echt heel de dag door kan. Omdat je natuurlijk wel veel staat. En best wel een drukke dag ook is. Ik heb er nog eentje. En dat is Unter dem Mond. Het is een liedje. Het is een Nederlands liedje. Is het Duits? Het is Duits. Oké. Kun je nog een keer zeggen? Unter dem Mond. De mond? Nee. Nee, sorry. In de maan. Ik mag deze foto. Ik maak een foto? Nee. Ik ben model? Nee. Het is natuurlijk heel moeilijk als je geen Duits hebt. Nee, ik heb geen verstand van Duits. Ik werk. Nee? Oké. Okay. Dus ik hou van deze foto. Hoe komt de mag dan? Oké, dat was hem weer voor deze week. En ik wil Fleur heel erg bedanken voor de aanwezigheid. Graag gedaan. En we hebben een superleuke challenge gedaan. Ik ben weer heel veel talen rijker geworden. En ik denk dat we jou nog wel veel gaan zien, denk ik. Ik hoop het. Dus als je Fleur ooit een keer spot online of in een winkel, laat het hier weten onder dit filmpje. En bekijk vooral de volgende video hier. Abonneer je gratis op ons super toffe YouTube kanaal. En doe je duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer.